gewoon normale manuals op je achterste wielen. Of een nose manual op je voorste. Was het diezelfde manual die je toen hier oefende toen je onderuit ging? Nee. Dus je hebt ook een spiegel en zo dan? Of, ja, ik heb een spiegel. Niet heel groot, maar ik kan mezelf er gewoon net in schil in zien. Ja. Dus dat is mooi. Ja, voor de rest, er liggen nog wel wat spullen hier en daar. Ja. Maar ook een PlayStation en dat soort zaken? Ja, ja, dat staat allemaal op de kleine tafeltje. dat is onderdeel van die spullen, zeg ja. maar. Meerdere groepen. Je hebt natuurlijk ook de oude punks die gewoon hun haren rechtop zetten. Ja, maar die zijn niet meteen emo, toch? Dan? Nee, dat zijn punks. Voor de mensen die dat niet kennen, het is in principe een schroef. Zoals waarschijnlijk meer mensen het zuidelijk kennen. Zeg maar, je maakt een backflip ja. en ondertussen draai je om je as. Jeetje, ik vind de koprol al moeilijk. Ja, gewoon weet je wel, een beetje ja. doorsnee mensen. Mensen ja. die net hebben afgestudeerd of zo. Mm. Ze hoeven niet per se hippies te zijn of dat soort dingen. Staat niet in de advertentie als je nee. solliciteert. Van je moet wel hippie zijn of nee. emo. Je hoeft niet alleen maar zwart te dragen om aangenomen te worden. Iedere keer als het zeg maar voor mijn ogen komt, dan druk ik hem iets verder omhoog. Zodat een beetje uit mijn gezicht blijft. Ja. Ga je dan uiteindelijk voor zo'n 80's nee, glam nee, rock nee, er zit wel grens aan. Ik wil gewoon... Dus ik ga er maar gewoon wat dingen uitpikken, want helemaal kunnen we het toch niet doen. Nee, is prima. Had je verwacht dat het zo smooth zou gaan? Ja. Ik ja. dacht dat we praten.